Nou, voor u ligt er een schilderij wat gemaakt is in de Marokkaanse stad Tetouan. Ja, mijn opa heeft die schilderij ooit een keer gekocht in de oude binnenstad. En ja, wat je eigenlijk ziet is een ontmoetingsplek waar bewoners van de stad hun familie uit de bergen ontmoeten. En ja, mijn opa die kwam daar dus samen met mijn vader toen hij nog jong was om de familie te verwelkomen. En ja, goed, en mijn opa is toen overleden en die heeft het schilderij doorgegeven aan mijn vader. En mijn vader heeft het weer doorgegeven aan mij. En ja, waarom ik dit kunstwerk heb gekozen is omdat het een herinnering aan mijn opa. Want elke keer als ik kijk naar een schilderij, dan beeld ik me in dat hij daar nog ergens rondwandelt met mijn vader als peuter naast hem.